Religie voelt voor veel mensen als ouderwets, maar religie speelt nog steeds een hele grote rol in de wereld en in de politiek. Die rol is voortdurend aan het veranderen en daarom is het belangrijk dat we die onderzoeken en dat we die beter proberen te begrijpen. Ja, religie vind je terug op verschillende plaatsen, waaronder sociale media. Ik doe onderzoek naar twee partijen die opkomen voor de stem van islamitische Nederlanders, Denk en Nida. En je ziet dat zij gebruik maken van sociale media op heel creatieve manieren. En dat het heel belangrijk is in de manier waarop ze zich presenteren. En daarmee wil ik graag zien wat dat betekent en wat voor rol ze innemen in het debat in Nederland. Dat is een goed verhaal. Ik was een student en ik zat in een college over islam en de moderne wereld. En toen hadden wij een debat over moslims zich moeten uitspreken tegen geweld in naam van de islam. En dat vond ik echt een vreselijke vraag, want ik dacht, waarom moet ik me verdedigen voor wat anderen doen? En toen zei iemand, nou, misschien is dat juist een goed idee, omdat anders iemand anders die publieke ruimte opeist, als jij dat zelf niet doet. En dat maakte me nieuwsgierig naar hoe andere moslims dit doen. En dat is een beetje de vraag geweest voor mij om te kijken naar #activisme en kijken naar hoe andere moslims zich uitspreken tegen geweld. En waarom ze dat doen en waarom ze dat misschien juist niet doen. Enerzijds is het wat lastiger, omdat je dus niet meer mensen in persoon kunt interviewen, wat ik daarvoor wel deed. Maar anderzijds komen er ook nieuwe vragen op. Bijvoorbeeld hoe deze partijen omgaan met de coronamaatregelen van de overheid. Maar ook hoe ze omgaan met vraagstukken zoals racisme, islamofobie ten tijde van de pandemie. Dus het levert ook heel veel nieuwe data op. Faces of Science.